2018 is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Midvliet TV wil daar graag aandacht aan besteden door elke maand een onderdeel van het erfgoed van de gemeente Leidschendam-Voorburg en Stompwijk in de schijnwerpers te zetten. Het gaat om erfgoed waar wij misschien dagelijks aan voorbij rijden of voorbij lopen en waarbij we ons niet realiseren hoe mooi en beeldbepalend het is. Een van de oudste panden hier in de Herenstraat in Voorburg is Huize Swaenstein. Het is een gebouw dat niet alleen een beeldbepalend monument is, maar het is een gebouw dat tevens ook nog een functie heeft binnen de gemeente. Het is het erfgoed van de maand augustus. Ik heb een afspraak met Cecile Niest, erfgoedadviseur van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ja. Hallo. Hi Cecile. Hoi, kom binnen. Welkom in Huize Swaenstein. Nou, we staan hier eens op de binnenplaats en het is wel heel bijzonder om uit die drukke Herenstraat ineens in zo'n stille oase te komen. En je ziet hier eigenlijk een samenspel van allerlei soorten gebouwen. Heel oud aan deze kant en als je dan verder gaat, een beetje zo eind 19e eeuw en dan hier hypermodern. En ook dit hoort erbij. En dit hele complex, we noemen het Huize Swaenstein, of eigenlijk wel het raadhuis. Maar het bestaat dus uit een heleboel kleine onderdelen. En dat maakt het gebouw een beetje ingewikkeld. Maar je zal zien dat er dus allerlei onderdelen zijn die ook allerlei verschillende functies hebben gehad. Nou, lijkt me heel leuk. Dit is de binnenplaats, heb je net verteld. Hoe zit het met de voorkant? Nou, loop even mee. Nou, hier staan we dus voor Huize Swaenstein. Hey, je ziet daar de gevelsteen 1632. En de naam, Swaenstein. Een prachtige deurportaal. Echt een prominente plek in de Herenstraat, zo tegenover de kerk. Wat opvalt is dat het eigenlijk twee gebouwen zijn die als het ware aan elkaar zijn gemaakt. En dat is in 1632 gebeurd. Dus het zijn 17e eeuwse huizen. En in 1632 is daar een eenheid van gemaakt met één zo'n mooie deur in het midden. Ik zie ook twee emblemen boven. Ja, dat klopt. Links het wapen van Voorburg en rechts het wapen van Zuid-Holland. En het grappige detail van deze twee halsgevels is dat ze er een hele tijd niet zijn geweest. In de 18e, 19e en 20e eeuw was het afgetopt. Die doorlopende lijn van hardsteen, tot daar was het gebouw intact. Maar dat daarboven dat was weg, zoals je kan zien op heel veel oude foto's. Het is gereconstrueerd rond 1970 op basis van oude prenten en schilderijen. Nou, dit is eigenlijk de belangrijkste zaal van Huize Swaenstein. Er hebben hier veel prominente Voorburgers vergaderd. De schouten en de schepenen zaten hier in de 17e en 18e eeuw. Ja, wat ik je hier graag even wil laten zien is dit schilderij. Oh, dat is waar wij net hebben gestaan. Precies, maar dan even wat eerder, 1836. Je ziet hier inderdaad Huize Swaenstein vanaf de binnenplaats. Je ziet hier de achtergevel met het trappetje en de halsgevel van de voorkant. En hoe oud is Swaenstein dan eigenlijk? Nou, dat is een hele goede vraag, want we lopen hier in een 17e eeuwse sfeer. Maar eigenlijk is het deze plek veel ouder. Gelukkig is er een heel oud boek bewaard gebleven van rond 1500. En daarin staat al dat hier bebouwing stond. Het was toen een heilige geestkamer en dat is eigenlijk een soort armenhuis. Dus er werden hier armen opgevangen, verzorgd, gevoed. En zoals het er nu uitziet, zo'n stenen gevel, dat is eigenlijk pas uit de 17e eeuw, dus als een eeuw later. Toen is het ook Swaenstein gaan heten, dus Stein van steen. Je moet je voorstellen dat hier in Voorburg de huizen veelal van hout waren, zo in de 16e eeuw. Dat was toen eigenlijk nog veel voorkomend. Dus dat Swaenstein, dat benadrukt ook, dit is een bijzondere stenen plek. En waar kwam de naam Swaen vandaan? Ja, Swaen is eigenlijk een veel voorkomende naam voor herbergen. En deze plek is heel erg lang een herberg geweest. Dus je kon hier je paarden ook stallen op de binnenplaats waar we net stonden. Daar was een stal.
En dan kon je je hier laven met wijn en bier. We staan voor een mooi schilderij. Ja, precies. Nou, het grappige is eigenlijk dat het geen schilderij is. Een schilderij is vaak een, wat is de definitie eigenlijk? Een doek waar je... Ja. Dit is wel doek, dit is linnen. Maar het bijzondere van dit schilderij is dat het een wandbespanning was. Dus eigenlijk een soort behang. Ja. Ze hebben de hele wand behangen met linnen en hebben er toen op geschilderd. Dit soort bonte schilderijen, hiermee kon je natuurlijk heel erg je rijkdom laten zien met zo'n panorama schildering. Nou, en verder is er nog veel meer 17e eeuws, of in ieder geval heeft een 17e eeuwse uitstraling. De balken hierboven bijvoorbeeld, die noemen we moer- en kindgebinten. Dus de moerbalken, de moederbalken, dat zijn die hele dikke zware. En de kindgebinten, die hadden zij dus zo tussen. Ja. En dat is ook echt iets uit die tijd. Verder de schouw, die was onmisbaar. Er was natuurlijk geen andere vorm van verwarming. Dus een schouw moest hier de schout en schepenen en later ook alle andere mensen die in deze zaal zijn verbleven verwarmen. Hier kwamen dus de schouten en de schepenen bij elkaar om besluiten te nemen voor het dorp Voorburg. En de schouten en de schepenen, dat zijn eigenlijk de burgemeester en de wethouders, dus zoals we ze nu kennen. Dus toen was het eigenlijk ook een soort van gemeentehuis dan, of zo? Absoluut. Eigenlijk was dit het bestuurlijke centrum van Voorburg. En het kerkelijk centrum, wat natuurlijk net zo belangrijk, zo niet belangrijker was, dat was de oude kerk aan de overkant. Ja. Dus dit was het kloppend hart van Voorburg. Hier werd alles bepaald. Maar het gebouw was toen ook al multifunctioneel. Zeker. Het dorpsbestuur vergaderde hier dus, zoals ik al zei, de schout en de schepenen. En tegelijkertijd was het een herberg. Daarnaast vertrok de postkoets vanaf de binnenplaats. Het was gemeentearchief, dus er was hier van alles. Het was eigenlijk echt een belangrijke maatschappelijke plek. Nou, sterker nog, tussen 1660 en ongeveer 1880 heeft het dorpsbestuur hier vergaderd. Dus dat is 200 jaar. Tegen die tijd... woonde prinses Marianne hier in Voorburg, heel bijzonder. Zij was heel gul en zij heeft de gemeente eigenlijk een gemeentehuis geschonken. Dus toen hoefden ze hier niet meer te vergaderen. Uiteindelijk zijn ze uit 1893 hier dan ook vertrokken. En heeft het een tijdje geen functie gehad, totdat in 1916 de Haagse melkinrichting de Sierkan het kocht. Dus je moet je voorstellen dat het ineens een heel andere dynamiek kreeg. De melkkarren met veel herrie werden gevuld op de binnenplaats en naar de bewoners van Voorburg gebracht. De Sierkan heeft ook een koffiekamer ingericht in die mooie kamer waar we net waren. Dus daar kon je koffie en melk drinken. Nou, gezellig. Precies. De Sierkan zat hier uiteindelijk tot 1965. Tegen die tijd was het pand zwaar verwaarloosd. De gevel was gestut met zware balken, zodat het niet instortte. En dat was toch eigenlijk een ernstige situatie. En toen is er eigenlijk een soort godsgeschenk gekomen. En dat was architect Kruger. Die heeft hier zijn bedrijf gevestigd en is het pand gaan opknappen. Want het grappige was dat in de tussentijd, al in de 19e eeuw, is die mooie voorgevel eraf gehaald. En pas in 1970 heeft meneer Kruger die er weer opgezet. Hij heeft gekeken naar oude schilderijen, zoals we net zagen, oude prenten, en heeft het dus gereconstrueerd. En het grappige is, als je dus restauratiearchitect bent, zoals hij, dus dat je monumenten opknapt, dan hou je tegenwoordig rekening met hoe een pand zich heeft ontwikkeld. Maar hij vond, nee, het moet weer helemaal 17e eeuws worden. En hij is daar behoorlijk ver in gegaan. We staan hier bijvoorbeeld naast een, zou je denken, 17e eeuwse schouw. Dit soort gedraaide pilaren, getordeerd, dat zie je eigenlijk alleen maar in de Renaissance tijd. Dus in de 17e eeuw. Maar het is hartstikke nep. Als je goed kijkt, dan zie je dat die zuilen beschilderd zijn. Ja. En dat deed men wel, want het was vaak zo dat het marmer, waar dit op moet lijken, dat was lastig te krijgen. En bovendien, als je dat heel mooi kon schilderen, was dat eigenlijk nog bijzonderder dan het marmer zelf. Maar dit is dus nep. En dat heeft Kruger dus gedaan. En dit ook. Hier heeft wel absoluut een schouw gezeten. En dat kan je eigenlijk zien aan de schoorsteen hierboven. Die verdwijnt hier in het dak, in het plafond. Ja, ja. En je ziet dan zo'n balk, dat noemen we een raveling. En daaraan zie je dus dat hier wel een schouw heeft gezeten. Maar dat dit er eigenlijk is opgeplakt. Waar hij heel slim gebruik van heeft gemaakt is het Rijksdepot van oude monumentale objecten. Er zijn natuurlijk zeker in de wederopbouwperiode heel veel gebouwen gesloopt na de oorlog.
En elementen daarvan zijn opgeslagen door het Rijk. En daar kon je dus een beetje gaan shoppen om het weer mooi te maken. Oké. Okay. Zo, pas op je hoofd. Dit is hier laag. Ja, en hier zie je eigenlijk nog de alleroudste sporen van Huize Swaensteijn. Ik had het over die periode 1514 zo'n beetje. En hier is dus ook een schouw, maar dan een stuk ouder. Je ziet hier zo die balk en hierachter komt de rook dan zo omhoog. Maar dit gedeelte van het huis, hier zo diep in de kelder, is dus het oudste gedeelte. En hier kan je ook zien dat het gebouw bestaat uit verschillende gebouwen. Als je hierachter doorloopt, dan kom je in het aangrenzende huis waar dus die armenkamer ook was. En nu is het een fietsenstalling. En hier is de keuken. Dit is de keuken. Lekker cool. Heerlijk? Ja. En wat je hier vooral ziet, dat zijn de witte tegeltjes. En deze keuken is ingericht door de architect Kruger. Dus die hebben we hier gewoon zitten lunchen. En, dus dit lijkt authentiek. Hè? Dit soort schildpad tegeltjes, ja, ja. Die vind je echt wel in antiekzaken en zo. Maar ingericht in 1970. Maar is dit wel de plek waar de schouw zat? Ja, hij heeft het heel correct nagemaakt als het ware. Maar dan met alle gemakken die je nodig hebt in de jaren 70 om een lekkere lunch te bereiden of ja, zo. Ja, ik zie elektrisch kookstel. Ja, en een oven. Ja. Ja, een echt kunstwerk vind ik deze trap. Er wordt hier sinds 1983 weer gebruik van gemaakt door de gemeente. En deze trap die is dus gemaakt om alle hoekjes en etages te verbinden. En dat is echt heel kunstig gedaan. Dus als je hier staat en je kijkt omhoog, dan zie je een prachtige krul. Ja, en dat is heel knap gemaakt. Ja, we lopen nu eigenlijk van de raadzaal naar een heel ander deel van Huize Swaensteijn. Ook dit gebouw is een paar jaar geleden uitgebreid gerestaureerd. En hier zie je een 19e-eeuwse bakkerswinkel eigenlijk. Het is nu een servicepunt van de gemeente, dus je kan hier je paspoort ophalen. Hè, want het gemeentehuis zit natuurlijk in Leidschendam. We kunnen hier ook naar boven. Even naar het dak kijken. Nou, en dit is dan de kapconstructie, de oude balken. En dan zie je dat het eigenlijk een heel klein huisje is. En deze ruimte wordt wel gebruikt voor exposities. En je hebt hier natuurlijk een mooi uitzicht op de Herenstraat. Op de Herenstraat, ja. Als laatste wil je wat vertellen over de raadzaal? Ja, zeker. Daar worden dus nog steeds de raadsvergaderingen gehouden tegenwoordig. De raadzaal was tot een paar jaar geleden trouwens heel erg geel, zonnebloemgeel. Dus nu is hij wit, dus dat is wat neutraler van kleur. Maar hij staat er sinds 1985. En je moet je voorstellen dat die koetsenstallen, de paardenstallen en de gebouwen van de Sierkan zijn toen allemaal afgebroken. Er zijn ook opgravingen geweest, interessant. Er werden hier een beerput gevonden van het aangrenzende huis. Waterputten met scherven van de 17e eeuw tot aan de 19e eeuw. Dus een deel van de gemeente vergadert hier, de raad. En het college en de ambtenaren zitten in Leidschendam. Nou, Huize Swaensteijn is een onderdeel van ons erfgoed. Waarom is het belangrijk dat dit erfgoed blijft bestaan? Nou, het heeft natuurlijk een oude geschiedenis en voor Voorburg heel kenmerkend. Hè, als bestuurlijk centrum, maar ook als herberg en als armenhuis en als archieflocatie. De 17e eeuwse gebouwen zijn rijksmonumenten. En als samenspel is het ook een heel bijzonder complex. Huize Swaensteijn staat in de Herenstraat tegenover de kerk, schuin tegenover de Oude Kerk. En dat maakt het een heel bijzondere plek. De Herenstraat is niet voor niks door het Rijk aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Nou, Cecile, heel erg bedankt voor de rondleiding. Ik heb heel veel geleerd over Huize Swaensteijn, maar met name ook over Voorburg. Dankjewel. Goed. Tot ziens.